In Extremeskip maakt u kennis met bijzondere gemeenschappen in Friesland. Mensen die opvallen door hun afwijkende levensstijl. In deze aflevering de Friese graffiti-kunstenaars. Leeuwarden is een toonaangevende plaats voor dergelijke kunst. Op diverse plaatsen wordt in de toekomstige culturele hoofdstad van Europa ruimte gegeven aan de muurkunst. We spraken met enkele van deze muurkunstenaars. We zijn hier een kunstwerk aan het maken op een van de silo's bij de Dairy Campus. Die silo is van Biogas Leeuwarden. En dat is een van de duurzaamheidsprojecten hier op de Dairy Campus. Dit gebeurt door drie kunstenaars. Die leven van het aanbrengen van kunst in Leeuwarden en omgeving. Maar er zijn heel veel mensen die het voor de hobby doen. En dat zijn met name de jongeren. De scholieren, daar geven wij ook heel veel workshops voor. Dus er zijn echt veel mensen die heel veel belangstelling hebben, die het graag willen weten hoe het moet. Maar voordat je het kunt, dan ben je echt een paar jaar verder en met heel, heel veel oefenen. Ik was totaal gefascineerd door de graffiti. Heel veel mensen zien het als letters of zo. Als klein jongetje zag ik het juist als een soort wezentjes of zo, die mij steeds aankeken. Er gaat een bepaald karakter altijd vanuit. En dat sprak me heel erg aan. En zo ben ik er eigenlijk ingekomen. Voor mij is het een van de weinige dingen dat ik echt helemaal nergens meer aan denk als ik bezig ben. Vooraf ben ik juist heel erg met mijn hoofd bezig. In wat ik wil gaan vertellen, wat een beeld moet gaan doen. Maar op het moment dat ik echt bezig ben met het uitvoeren, Dan ben ik helemaal weg als het ware. En dat vind ik het mooiste gevoel wat er is. Dat je eigenlijk helemaal in dienst staat van het werk wat je aan het doen bent. En dat gevoel vind ik heel erg fijn. Daarom doe ik het zo graag. Ja, je moet dingen doen waar je goed in bent en waar je passie in hebt. En bij mij is dat toevallig spuitbussen. Ik ga nu mijn 31ste jaar in. Ik ben zelf begonnen in 85. En ik betrap mezelf erop dat ik het bijna dagelijks doe. Ik denk dat dat graffiti dusdanig groot is geworden dat je niet meer het los van de maatschappij kunt denken, als het ware. Nou, we hebben vaak van die graffiti jams. Eigenlijk is dat wat een feestelijk gebeuren. Waarbij we dan bijvoorbeeld op een sporthal Nijloorn in de Wijkhuizen West gebruiken we die muren. En dan zijn we dan soms met 40, soms met 50 mensen, soms met 60, soms met 100 mensen zijn we er bezig. Dat is ook het clubje om het graffiti platform Leeuwarden heen. We kennen elkaar eigenlijk allemaal wel. Maar niet iedereen is gelijk je beste vriend of zo. Maar over het algemeen kennen we elkaar allemaal wel. En als we elkaar tegenkomen, dan is het wel goed. Men ontmoet elkaar, men spreekt met elkaar af bij bepaalde muren om bepaalde dingen samen te doen. Bepaalde thema's uit te werken. En daar zoeken ze dan ook, een beetje afhankelijk van het thema, zoeken ze dan ook hun maatjes erbij uit. Ja, je kan het als een subcultuur kun je het opvatten. Alleen hoe ik het zelf meer bekijk, is het voor mij gewoon simpelweg een uit de klauwen gelopen hobby. Ik wil het niet eens een subcultuur noemen, ik wil het gewoon cultuur noemen. Dat zit voor mij niet aan de rand van de samenleving, maar er middenin. Dus dat een randverschijnsel vind ik het ook niet. Ik vind het echt kunst. En dat voor sommigen is het vervuiling en is het aanstootgevend, maar ik ben een groot liefhebber. Soms ook wel zijn mensen wat minder blij met wat ik maak. En ik vind allebei vind ik wel heel erg leuk eigenlijk, weet je. Dus dat is met welk doel ik iets neerzet. Ik ben ook wel van de politieke statements en zo. Daar heb ik wel eens wat gezeur van meegekregen. En dat vind ik op zich altijd wel leuk. Eigenlijk kun je dit ook wel een beetje zien als een van de projecten die al een beetje vooruit lopen op culturele hoofdstad. Laten zien wat je hebt. Laten zien wat je bent. Ik moet zeggen dat de richtlijnen die de culturele hoofdstad voor zichzelf genomen heeft. Mij is nog niet bekend geworden dat daar ook een stukje erin ligt voor graffiti of een of andere vorm van muurkunst. Desalniettemin vind ik het wel leuk te zien dat er op andere disciplines van kunst dat er genoeg ondernomen wordt. Ik denk dat er nog meer kunst in de openbare ruimtes aanwezig mag zijn. Ik besef me dat het culturele hoofdstad is en dat cultuur niet alleen kunst omvat wat je als beeld
op een muur neerzet of als een sokkel ergens in een tuin neerhuft. Maar ik denk dat daar nog heel veel te winnen valt de komende jaren.